Hey, dat is nu puur met de regen van 16. Een zonnige dag. Dus opening 8, ISO-waarde quasi gelijk aan 1 op de sluitertijd. En mijn belichting zit er bonk op. Mijn wielen zijn nog nooit zo proper geweest, maar ik heb eigenlijk gewoon nieuwe. Ik ben terug aan het station. Daar. Ik heb een tijdje terug met de GFX hier gefotografeerd. En dat is vrij goed gegaan. Alleen heb ik mij toen, het was lang geleden dat ik hier geweest was, ik heb mij toen echt geconcentreerd op de architectuur, op de nieuwe gebouwen. Dus ik ga nu proberen om toch ook wat meer mensen en zo vast te leggen, meer aan straatfotografie te doen en niet alleen architectuur. Ik ga daarvoor mijn XE3 gebruiken met de 23 mm. Die ik heel vaak volop gebruik. Maar dat is voor zoiets eerder op F8. Ik zal met de GoPro proberen, ja, dat is een trein die net aankomt. Ik zal met de GoPro proberen ook wat te filmen ondertussen. Het moeilijke na zo'n zonnig weer is dat je heel veel contrast krijgt. Eigenlijk is het gemakkelijker om te filmen en te fotograferen in, op een regenachtige dag. Dat is eigenlijk gemakkelijker. Kijk, ik ben net, waar is de zon? Daar. Ik ben net aan de kant van de weg gestopt. Ik was dus in Gent met straatfotografie bezig, maar nu ben ik alweer op weg naar huis. Ik ga even wat schaduw opzoeken voor de verkoeling. En dat is hier. Veel meer opties zijn er niet. Maar het komt erop neer. Dus het ging eigenlijk niet zo vlot. Ik was foto's aan het nemen. Dat is al veel gezegd eigenlijk, want ik heb een poging gedaan tot straatfotografie in Gent, maar het ging niet zo vlot. En uiteindelijk heb ik zelf maar één foto kunnen maken en dat was gewoon een foto van een muur waar het licht op viel, waar ik destijds met de 50R van Fujifilm ook al een foto had van gemaakt. Puur omdat ik dan die twee foto's kan vergelijken. Ik ben nu trouwens aan het filmen met de XE3 terug. Ja, dat viel dus eigenlijk wel tegen. En, maar ik wou toch nog de video maken, omdat ik dan ook kan laten zien dat het niet altijd even goed lukt. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is een beetje de reden dat ik toch de video wil laten zien. Want ja, soms lukt het gewoon niet. Daar komt het op neer. En vandaag was zo'n dag dat het niet lukte, dus ik was in Gent. Dat is denk ik een... Het zijn verschillende factoren. Zo die samenkomen, komt erop neer dat het vrij zonnig, moeilijk weer is. Dat ik niet veel tijd had en... er bleek minder volk dan dat ik had verwacht. Dus vakantieperiode, ik ben naar het station in Gent gegaan. Ik dacht, ja, er zal veel volk zijn, maar waarschijnlijk door de vakantieperiode minder volk. Misschien ook het einde van de Gentse feesten, misschien dat daar ook mee te maken heeft. Het harde licht, ja, je kunt het hier zien. Zo kun je het zien. Heel weinig bewolking, volop zon. En ja, ik denk dus dat... normaal gezien, als ik meer tijd had bijvoorbeeld, dan had ik wel kunnen rekening houden met het feit dat er zoveel zon was. En dan, wat je typisch krijgt, is heel veel schaduw, harde contrasten. Kijk, dat zie je hier dan. Die harde contrasten. En dan kunnen we met dat schaduwspel wel van alles doen. Er zijn genoeg foto's of voorbeelden te vinden. Ik zal een paar linken plaatsen van een nieuwsbrief van Fujifilm. Met 3 artikels een reeks over straatfotografie. En het is een interessante reeks, dus je kunt sowieso de reeks ook lezen. Maar het valt ook op dat de foto's, veel van de foto's die gemaakt zijn, maken echt, of in veel van de foto's wordt echt gebruik gemaakt van schaduwspel, dus van heel harde contrasten. En als ik meer tijd had, dan had ik dat ook wel kunnen doen, maar ja, het vlotte niet. En ik heb het dan maar opgegeven, dus ben dan maar terug naar huis gegaan. Ik ben nu vlakbij thuis. Dus ik wou het toch nog delen, ik ga de video toch nog monteren en afwerken, maar ik heb dus geen resultaat. Maar ik wou laten zien dat het dus ook even goed kan gebeuren, dat ik erop uitga, dat ik probeer foto's te maken en dat het echt niet vlot. En dat ik dan, ja, soms is het beter van gewoon op te geven. Morgen ben ik in Leuven, dus ga ik opnieuw proberen om foto's te maken. Er gaat meer bewolking zijn ook morgen, ze voorspellen meer bewolking.
Dus het kan zijn dat ik morgen meer resultaat bekom. Dan maak ik daar zeker ook nog een video van. Maar voorlopig, dus voor deze video, minder resultaat. Om niet te zeggen geen resultaat.